net door Wim van Haperen mee. In het Waterhulpenuur worden we trap aan de andere kant. Er gaan er nog een paar bij komen. Ja, het staat zo links, maar de deel is weer 111, een mooi nummer trouwens. Staat als laatste nu het water in. Denk ik. Dat is natuurlijk aan de lucht. Goed. Uitreiking beginnen van de 8e triathlon in Ter Heide. De Inefak triathlon. Zoals jullie gezien hebben we het allemaal mooi aangekleed hier in Ter Heide, want daar waren we zo aan toe. Hè? Vorig jaar hadden we geen finishvlag, omdat die weggewaaid was. En nu hebben we echt helemaal alles mooi aangekleed. Dus dat is ook, met dit weer erbij is het natuurlijk een lust om hier mee te doen. Voor iedereen. En ook om te kijken natuurlijk. Want... We gaan de eerste prijsuitreiking doen. En dan hebben we de dames 60. Dat is geworden op de derde plaats. Brigitte Turkenburg. Uit Breda. Brigitte, komt maar opstaan op het podium. Want dan sta je al goed, hè? Ja. En dan hebben we Joke Heijmans. Ik heb mijn bril niet op, mijn leesbril. Dus soms lees ik verkeerd. Maar dat moet je me niet kwalijk nemen, hè? Die is tweede geworden. En dan hebben we Marianne de Jong, die uit Dordrecht komt. Die heeft de eerste prijs verdiend vandaag. Van harte gefeliciteerd.
En op de eerste plaats Ingrid van Baal. En dat doen we dan gelijk, want Ingrid is ook eerste geworden van de... Van heel de dames. Je was echt de snelste. Van iedereen. Maar dat weet je wel, hè? Want je was eerst binnen. Ja, natuurlijk. Dit is de snelste van alles bij elkaar. Dan krijg je nog een bloemetje. Want we hebben nou zelfs bloemen. Nou, moet je voorstellen. In te rijden, man. Mevrouw met startnummer 690 was haar fietsgeluk kwijt. Maar die zijn inmiddels hier meegelegd bij de fiets. Dus mevrouw met startnummer 690. Ja? Is het niet zwaar? Ja, ja, tuurlijk. Zwemmen is altijd het zwaarste. Maar nu komt fietsen. Het zwemmen zit erop? Ja, precies. Het was zwaar denk ik, of niet? Heel zwaar. Ik ja? heb niet getraind, dus... niet getraind? Op. Nee, helemaal niet. Oh, dat is niet handig. Nee. Ja, goed. Nu fietsen? Nu fietsen. Succes. Dankjewel.
een beetje kunnen trainen? Ja, onvoldoende. Onvoldoende. Wat merk je nou? Dus op naar het volgende. Ja, succes. Zwaar? Tegenwind, dat is zwaar. Tegenwind? De tegenwind maakt het zwaar. Je hebt net gezwommen, nu fietsen. Gezwommen en gefietst. Oh, je hebt al gefietst? Mijn duo maatjes hardlopen. Oké. Dus ik ben klaar. Maar voor de verre rest... Verder viel het mee. Oké. Ik ga het nog een keer doen. Nog een keer? Ja, maar niet nu. Oh! Al een tijdje. Kijk eens aan, de wandelschoenen komen al voor de dag. Nou, laten we de wandelschoenen van maken inderdaad vandaag. Oh man. Wie bedenkt dit? Ja, wie doet er mee? Ja, ik betaal mijn geld weer ook. Pardon. Maakt niet uit. Maar het is wel zwaar. Maak hieruit op. Sowieso ja. Ja? Ja. Wat is het zwaarste wat je tot nu toe hebt gehad dan? De afstand. De afstand. Alles bij elkaar opgeteld, hè? Ja. Dus, ja, je begint natuurlijk met een behoorlijk stukje zwemmen. Dat is al... Was ook geen kattenpis. Nee, precies. Ja. Heb je een beetje kunnen trainen van tevoren? Ja, wel een beetje. Oh, een beetje. Maar het blijkt niet genoeg. En niet met deze omstandigheden. Nee, precies. Want de temperatuur die hebben we ook nog niet eerder gehad natuurlijk. Zo mooi zeg. Dat is echt... Oh. Zo. Maar goed, het fietsen dat ging ook goed. Wow, ten nauwe nood, maar we hebben het overleefd. Oké. Ja. En nou... Het laatste stukje lopen. Laatste stukje lopen. Ja, precies. Ja. Ja, succes. Dankjewel. Ik ga het nodig hebben. Wacht even. Oh, dan. Nou, ik ben je van nou met film hoor. Al een beetje vermoeidheid toe aan het slaan? Jawel, ja. Nog maar 20 kilometer. Nog maar 20 kilometer. Ja. Dat is het ergste hebben we gehad. We zijn over de helft. Ja. Ja, ik doe het zelf, hè. Ja, je hoeft van mij niet mee te lopen, nee. Zeg maar, hè. Het is natuurlijk wel mooi voor het beeldmateriaal, maar... Nou ja, ik dacht, heb je ook wat te doen. En, ja, precies. Dus dan dus, weet je wel. Ja. Hey, komt helemaal goed. Succes hey, met dankjewel, de laatste hè. Kilometers. Yes. Zwaar? Ja. Het is wel pittig. Ja. Ja. Veel tegenwind en zo of niet? Valt ja, het mee? Absoluut veel tegenwind. Ja. Ja, is dit wel. Het zwaarste onderdeel wat je tot nu toe hebt gehad? Natuurlijk. Ja. Zwaarder dan zwemmen. Kerel. Woe! Hop naar de finish! Woe! Ja, het is verschrikkelijk warm. Ja, hoeveel moet je nog? Dit is mijn eerste hardloop. Top dagje! Is te doen? Ja. Niet echt. Hoeveel moet je nog? Veel te ver. Veel te ver. Drie is te doen? Jawel, als je alleen hoeft te lopen. Hoeveel moet je nog? Twee rondjes, ja. Twee rondjes. Ja. Succes. Komt wel goed, dankjewel. Succes. Doei. Hey, is te doen? Ja, zeker. Appeltje eitje. Appeltje eitje, ja. Dat is het andere uiterste. Gelukkig laatste ronde. Maar af en toe gaat het wel even weg tot welke, hè? Plaatselijke regenbrei erbij. Ja, ja. Perfect. Oké. Okay. Ik heb veel last van de warmte. Nou, omstandigheden gaat goed, maar ik heb het wel heel warm. Ja, ja. Hoeveel moet je nog? 12. 12 kilometer nog. Hoe ging die? Ja,
heftige race, maar op de een of andere manier toch er doorheen kunnen komen met die hitte. Geen fysieke race, maar echt een mentale vandaag. En blij dat ik het dat ik toch af heb kunnen maken. Het was wel zwaar. Het was zeker zwaar. Het was geen normale wedstrijd met deze temperaturen natuurlijk. Maar een knop om kunnen zetten, mij erbij neer kunnen leggen dat ik niet heb kunnen doen wat ik normaal doe. Ik had wel door dat de rest het de minstens zo zwaar mee had. En op die manier toch gewoon blijven lopen. En gewoon finishen en het was genoeg. Liep jij het makkelijkst, had ik het idee? Nou, ik denk dat dat schijn is. Ik had denk ik iets te hard gefietst. Het parcours viel me alles mee trouwens. Ik was een beetje bang voor die uurbochten. Maar uiteindelijk, de schaal van de wedstrijd en de breedte van de weg was eigenlijk prima te doen. Dus daar ook geen last gehad van de warmte. Maar als je dan begint met lopen, dan krijg je het wel warm. Vierde plaats, tevreden? Ja. Het is mijn eerste triathlon. Okay. Dus op zich mag ik niet klagen. Alleen ik dacht de hele tijd dat ik derde liep, dus dat valt dan wel weer een beetje tegen. Maar ik had van tevoren ook top 5. Ik zag de tijden van vorig jaar. Toen dacht ik van het moet wel lukken. Ik ben ook niet helemaal fris, verkouden en noem maar op. Dus het gaat beter dan verwacht eigenlijk. Vorig jaar, Tom van der Zanden. Hij heeft een abonnement op plaats nummer 5 in Ter Heide. Maar goed, die dameswedstrijd. Vijfde plek. Gefeliciteerd. Dankjewel. Volgend jaar ook vijfde plek. Als het kan hoger, maar ligt eraan wie er meedoet. Zeker de winnaar. Goh, die heeft volgens mij iedereen een ronde gezet op het fiets al. Dat, Het is zwaar. Ja, het is zwaar. Het is goed. Goed pacen, moet ik zeggen. Goed je ronde indelen. Maar zeker het achterste stuk in de velden. Bro. De wind staat veel of de wind. De wind heb je daar op kop en de zon vol op je hoofd. Dus viel tegen. Maar goed. Ziet er vermoeid uit? Ja, dat is ook. Ja? Is warm. Ja. Was zwaar? Was heel zwaar. Wat was het zwaarste onderdeel wat je had? Dat is altijd hardlopen. Altijd hardlopen? Dat is altijd hardlopen, ja. Je zou toch haast zeggen het zwemmen met een beetje tegenstroming? Nee, dat is heerlijk. Ja? Zwemmen is het meest relaxed onderdeel. Ja. Fietsen? Ja, dat was wel zwaar deze keer. Ja? Ja. Beetje tegenwind gehad natuurlijk. Ja, dat viel wel mee. Dat was met name de warmte. Ja. Maar we zijn er weer. Ja, helemaal goed. Dankjewel. Zit erop? Wat zit erop? Ja? Ja. Jij hebt hem gehaald? Ik heb hem gehaald. Ja? Net niet eerste. Net niet. Nee, het was een geweldig evenement. Leuk om te doen. En we vroeg start, dus lekker weer. En nieuw parcours. Dus denk ik ook leuk voor het publiek. En blijf in beweging. Dus prima. Ja. Zeg, je hebt alle drie de onderdelen gedaan? Of, ja, alle drie. Ja. Hoeveel was je nou geëindigd dan? Volgens mij wel bij de eerste helft. Dus op mijn leeftijd ben ik daar zeer tevreden mee. Okay. Zeg, wat was nou het zwaarste onderdeel? Uiteindelijk lopen. Met name het lopen in de zon. En, maar doordat je een goede drankpost had, op tijd drinken, op tijd eten. En avond van tevoren op tijd naar bed.